Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Waar ik vorige week de vlog nog eindigde dat ik last van mijn buik had. En sprintjes naar de wc trok. Ga ik nu ook nog erbij spugen en me opruimen van vannacht. Want vannacht was het dubbel raak. Ik ben gesloopt. Dus gelukkig staat er niks op de planning. En ga ik gewoon lekker met de honden thuis buiten op de bank chillen. En dat is hard nodig, want ik ben zo slap als een rietje. Goedemiddag, het is maandagmiddag en de eerste dag van Wilbers vakantie van 3 weken. Nou is het de vakantie van de kazerne, want hij gaat wel nog met de zaken gewoon werken een aantal dagen. Maar hij is nu weer een paar dagen thuis gezellig. En we hebben besloten dat het mooi weer is om lekker naar het natuurgebied te scooteren. De Noord-A bij Zoetermeer. En ik wilde nog iets over gisteren vertellen, maar dat weet ik even niet meer wat er toen gebeurde. Nou, daar kom ik vanzelf nog wel op. We zijn bij de Noord-A aangekomen. Ja, dit gaat er ook goed in. Hoe wordt het? Sandaal. Het was een nieuw plekje voor ons. Maar we vonden het wel verhaling van waar was het naar de wc. Lucas staat op de scooter te halen. Nou, het was voor herhaling vatbaar. Lucas zit al klaar, dus snel de helm op. En nu gaan we via het natuurgebied terug. Er is niet weinig meer te filmen. Het water. Thuis, nog even buiten gezeten. Tafel gedekt. De baas staat met zijn koptelefoon op pannenkoeken te bakken. Dat vind ik heel fijn, want dan hoef ik niet zo lang op te staan. Deze is ook weer blij, hè? Altijd blij, hè? Altijd blij, hè, jongen. Kom je even kijken, Maxime? Oh, nou, dat was het weer voor jullie. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het nou is. Half tien of zo. En we gaan met de honden lopen lekker naar bed. Dus tot morgen. Het is woensdag en ik ga lekker naar het strand. Het is al middag. En ik ga niet alleen, ik ga samen. Ik weet niet of ze op de vlog wil, dus ik ga even kijken of dat gevlogd wordt. Maar in ieder geval even heerlijk naar het strand. En omdat het echt 26 graden is, heb ik even mijn luchtige jurkje aangedaan. En aangezien ik altijd vraag krijg over een nieuw jurkje, most wanted in de sale, €5. Heel blij. Nou, wij liggen heerlijk. Ze wil wel op de vlog. Kijk, gezellig. Wij hebben lekker petje en we hebben besteld dat we hier ook gaan eten. Dus wij hebben een lieve dag, hè, vandaag. Zo, heerlijk. Kijk, het is ook best wel wat druk eigenlijk. Maar wat doen? Wij blijven liggen. We beginnen de dag met de tosties. We lopen even naar de zee. Want iemand is heel ambitieus om de zee in te gaan. Yes! Nou, het is echt onwijs druk. Dit is inmiddels gewoon verdonderd gegaan. Dat ga ik ze echt niet doen. Mijn lijf gaat gewoon niet goed koud. Ik kan het voelen, maar het is echt wel koud. Zo. We hebben besloten de hele dag te gaan kletsen en eten. Dus nu is de kibbeling aan de beurt. Lekker, hè? Mmm, echt heerlijk. Ja. Inmiddels is het 7:30. Zijn borden leeg en zijn we ons aan het kleden om naar huis te gaan. Zo, zitten we in de auto. Het lekkerste is dat de kap lekker open gaat. Hebben we een lievelingsdag gemaakt? Nou, dat hebben we zeker. Helemaal goed. Gaan we weer terug naar Delft. Lekker genieten. Het is
donderdag. Ik heb hier mijn gezellige jurkje aan. Ik ga weer naar het strand. Ik ga vandaag met vriendin Sherry. Gaan dan voor mijn verjaardag lunchen op het strand. Dat zouden we eigenlijk morgen doen. Morgen staat er zoveel regen. Dat zei hij op bezet het vandaag. En we in ieder geval een lekkere dag om op het strand te zitten. Ik heb mijn gezellige jurkje weer aan. Hij is lekker luchtig. Het is een beetje bewolkt, maar het is wel 27 graden. Dus dan leek me dit wel lekker. Wel zonnebrand en alles mee in de tas. Altijd een hammam doe ik mee om op te zitten. Want ik heb een hekel aan van die zweet... kussens te zitten, want heel vaak staan het van die waterafstotende en dat zweet zo aan. En ik ben natuurlijk al zo warmbloedig van alle pillen. Dus, die zit altijd in mijn tas. Altijd mee. Altijd zonnebrand mee voor mijn gezicht. En nog even minietjes voor mijn lijf. Extra pillen. Nou, ik ben voorbereid. Nou, we zitten weer hoor. Heerlijk. We hebben ons oude bankje van vorige keer. Ik zal zo even laten zien. We kijken naar de zee. En dit is nog een verjaardagsdagje. Yeah. Dus ik ga genieten. Ja. Heerlijk. Nou, het is wat bewolkt, maar het is echt zalig juist. Daardoor met een windje. En wij zitten gewoon heerlijk te kletsen. Lekker te eten, wat te drinken. En lievelingsdagen te maken. Zo ontzettend gezellig. En ik ben weer lekker thuis. Oh, er is iemand heel blij om het te zien. Ze hebben wat lekkers gehad. En Sherry heb ik even lekker afgezet thuis. Dat is echt... Ja, ik heb natuurlijk heel veel lieve vriendinnen. Maar een van mijn liefste en vriendinnen. Ja, die ken ik ook al 20 jaar. Het grappige is, ze scheelt met mij 22 jaar. En met mijn moeder 11 jaar. Dus ze is eigenlijk zelfs nog dichter bij mijn moeder qua leeftijd dan bij mij. Maar we zeiden ook, het voelt meer als vriendinnen. Ze is een soort tweede moeder, maar toch ook echt vriendin. En eigenlijk een soort familieachtig gevoel is het meer dan. Dus het is zoveel meer dan vriendinnen. Dat is zo fijn. Dus hier, als je kijkt. En ik ga nu even beneden zitten met de jongens. Het was iets van, even kijken. Bijna 4:15. Dus ik krijg wat lekkers te drinken, pak ik dorst. En dan ga ik daarna lekker afdouchen en liggen. En dan is dit weer een lievelingsdag. En ik zie dat er lieve post is. En dat is ongetwijfeld naar aanleiding van gisteren. Gisteren heeft een neurochirurg gebeld met de uitslag van de MRI. En daar bleek dus dat ik gewoon hartstikke gelijk had. En dat mijn hernia gewoon terug is op volle sterkte. En dat daar mijn pijn vandaan komt. En niet wat steeds tegen me vertelt is dat binnenwaarts moet helen. En dat er opgezwollen is en op mijn zenuw drukt. En ik had zoiets van nee, er is iets mis. Dus ik heb heel erg naar mezelf geluisterd, naar mijn lijf. En een MRI afgedwongen. En hij wilde eigenlijk toen nog dat ik het fysio ging negeren. Toen heb ik gezegd van als jij mij kan bewijzen met een MRI-scan dat er verder niks is. Dan ga ik fysio voor jou doen. Dat is eigenlijk een beetje onderhandeling. Maar het heeft wel geholpen. Want ik heb het dus echt weer terug. En ja, dat is heel vervelend. Want we hebben natuurlijk in oktober vakantie staan. Tweede keer op dezelfde plek opereren is wel wat hij wil. Maar daar zitten wat risico's aan. En het is zwaarder herstel. En ik kan natuurlijk niet gelijk hop worden, dus over 2-3 weken, als ik dat zou doen, dan zou ik niet volledig hersteld zijn voordat we naar Portugal gaan, al die weken. En dat zie ik niet zitten. Dus wat nu is de middenweg is, is dat ik binnenkort gebeld word voor een afspraak voor een wortelblokkade. Heb ik vaker gehad, heeft niet geholpen, maar dat waren pijnpolies. En nu is het natuurlijk een hele gespecialiseerde neurochirurg die dat gaat doen. En dan hopen we dat we daarmee de scherpe kantjes eraf halen, zodat ik gewoon toch nog wat comfortabel vakantie kan vieren. Hier is iemand heel blij dat ik een zandbenen heb, een zweepbeen om te likken. Altijd mijn benen aan het likken. En dan ja, is het echt weer dubbel pech. Ik moet zeggen, gisteren zat ik er helemaal doorheen toen ik het weer hoorde. Ik wist het natuurlijk van ze eigenlijk wel, maar die bevestiging. Ik zei, zie je wel dat ik niet gek ben, dat ik heel goed weet hoe mijn lijf in elkaar zit. Dus heb ik een uur in de jacuzzi gezeten, heb ik een kwartier echt gejankt. Want waarom gaat het nooit eens goed? Het is altijd gedoe bij ons. En nu is het weer een nieuwe dag en denk ik, we gaan er weer voor en schouders eronder. En dan komt het ook wel weer goed vanzelf. En natuurlijk, gaat precies een... Ligt een beest in mijn neus in, gaat verdammen. We gaan lekker even een stukje lopen. Het is op zich dit pad niet zo heel heet voor ze. En ze gaven aan dat ze graag naar buiten wilden, dus we gaan even een stukje lopen. Voordat ik ga bed gaan. Oh, moet bed toch verschonen.
Dat doe ik denk ik daarna. Wat ik vanavond een schoon bed heb, ga ik nu gewoon nog even douchen en in het oude bed. En dan vanavond lekker heerlijk in een schoon bed liggen. Nu, eerst met de jongens aan de wandel. Goedemiddag, het is vrijdag. Wij zitten samen gezellig op de bank. Genieten van de dagjes dat Wilco lekker vrij is en erbij is. Hij heeft af en toe ook nog wel een dienst voor zijn eigen zaak. Ik wilde iets vertellen en ik weet het niet meer. Nou, dus Bob, weet ik het helemaal niet meer. Nee? Ja, ik weet het niet. In ieder geval vandaag editen. Verder hebben we niks op de planning. Ja? Oh ja, dat wilde ik zeggen. Ik lag in bed te bedenken dat ik eigenlijk te moe was voor mijn boodschap te doen om in zo'n winkel te lopen. En toen kwam ik beneden en toen had Wilco al heel lief flink besteld. Dus zo'n app dat je al boodschappen kan bestellen. Dus dat hoeft ook niet meer. Dus dat is fijn. En verder is het voor het eerst weer een bewolkte dag. Maar het is qua temperatuur wel heel lekker. Dus we zitten gewoon nog lekker in een jurkje buiten. En terwijl ik luister naar de vlog van Kelly, ga ik deze bende even verschonen. S'avonds koelt het hier best wel af, dus we hebben even weer vestjes en lange broeken aan. Het is inmiddels zondag. Gisteren was zaterdag, ik zei zondag. En we gaan naar het. Staat klaar, lampjes zijn aan, de drinken staat erbij, iPadje klaar, ga even vlogjes kijken en dan ga ik slapen. Dus ik ga alvast afsluiten, dankjewel voor het kijken, durf een duimpje omhoog en fijn weekend allemaal en tot volgende week. Doei!